Samen werken aan een schoon rivierenland. Dat is de slogan van AVRI. Naast de afvalinzameling van bijna 240.000 inwoners van 10 gemeenten, beheren ze ook de openbare ruimte voor 4 gemeenten. Nou, in 2010 hebben we het roer echt drastisch omgegooid en hebben we juist het personeel betrokken bij de omslag naar een sociale, duurzame en vooral bedrijfsmatige organisatie. Kijk, voorheen liepen we met 3 man. Dus 1 man op de auto, 2 man erachter. Fysiek was het best wel zwaar voor de jongens die erachter liepen. Ook niet gezond. En nu zijn die zeilaars gekomen. Je ziet het, aerovriendelijker, makkelijker en scheelt 2 personen op de auto. Dus we rijden tegenwoordig met 1 man op de auto. Nou, officieel zijn we een afvalbedrijf, maar we noemen onszelf een grondstofinzamelaar. En die manier van kijken maakt dat we bijna als vanzelf toebewegen naar een circulaire economie, waarin steeds meer van onze afval gescheiden wordt. En dat afval dat we niet kunnen hergebruiken, dat benutten we voor energieopwekking. Zo rijden onze wagens op biogas dat gemaakt wordt van onze eigen GFT-afval. Ook zal AVRI in 2016 het grootste zonnepark van Nederland bouwen, op een oude stortplaats. Duurzaamheid is dus belangrijk voor AVRI. Daarom motiveert ze ook haar inwoners om afval zo goed mogelijk te scheiden. Dit doet AVRI door de inwoners financieel te prikkelen. Beter scheiden is minder betalen. Nou, en zeker nu we voor het ledige per container betalen, zijn we nog bewuster het afval gaan scheiden. We hebben nu veel minder restafval. Nou, we kunnen het verbruik wat we van het restafval hebben ook zien op de website. AVRI heeft een transformatie ondergaan naar een maatschappelijk verantwoorde organisatie, waarbij naast duurzaamheid ook personeel hoog in het vaandel staat. Zo heeft AVRI 65 sociale werkplekken gecreëerd en kan het personeel een opleiding volgen om een mbo-diploma te behalen. Veel van ons hebben geen opleiding, dus ja, dan is het wel fijn dat de werkgever je de kans geeft om een diploma te halen. We werken dus socialer en duurzamer en dat levert veel besparingen op. Zo werken onze chauffeurs tegenwoordig 4 dagen per week van 9 uur. En dan hebben ze een extra dag om te besteden aan hun gezin. Zo worden ook de wagens efficiënter ingezet. AVRI is er trots op dat de afvalstoffenheffing afgelopen 5 jaar met 100 euro is gedaald. Een daling van 35%. En ook met onze nieuwe dienstverlening, beheer openbare ruimte, hebben we de uitgaven verminderd met 1,5 miljoen euro. Ja, en die besparingen die bereiken we voor onze inwoners.